Hoi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Gisteren was een hele slechte dag voor uraniumaandelen. En het is nu zover dat mijn uraniumaandelen eigenlijk terug zijn op de aankoopkoers. Dus ik heb een 100% winst gehad en die is helemaal verdwenen. En ik heb maar heel weinig winst erop genomen, want naar mijn idee is die uraniumtrend nog niet voorbij. Alleen, mijn winst is wel weg. En dan is de vraag, ben ik dan verkeerd bezig geweest? Had ik het anders kunnen doen? Moet ik het anders doen? Of moet ik gewoon zeggen van, nou ja, ik heb gelijk, de markt heeft dat niet. En ik ga gewoon wachten tot ik wel gelijk krijg. Nou, ik ga in deze video een voorbeeld geven van een aandeel wat ik dan heb en hoe dat is gelopen. En ja, misschien kom ik tot de conclusie dat ik het niet goed heb gedaan. Misschien kom ik tot de conclusie dat ik het goed doe. Maar kom jij tot de conclusie, zo zou ik het niet doen? Ik weet het niet. Het is een spontane video, zoals al mijn video's gewoon spontaan beginnen. Maar we gaan eens kijken. Ik ga naar één van de aandelen die ik heb en waarvan ik zelf denk dat dat een goed aandeel is. We gaan naar Financial. Nou, we zien hier Energy Fuels met de code UUUU. En die is gisteren 4,7% gedaald. En ik ben terug op de aankoopkoers. Daar heb ik hem voor gekocht. Hij is volgens mij 11 geweest. Ja, zoiets. Ja, 11 geweest. En ja, we zijn nu terug. De helft is er weer vanaf. Dus achteraf gezien, duidelijk had ik 12 november moeten verkopen. Het erge is, mijn zoon zei toen, zal ik verkopen. En toen heb ik gezegd, nou, ik doe het niet. Want ja, ik denk dat de uraniumtrend nog heel erg ver gaat. En waarom zou ik dan nu al verkopen? Wat ik wel heb gedaan is, van de duizenden aandelen die ik heb, heb ik er toen even 1000 verkocht. Nou, oké, maar dat is zo weinig. Dan denk ik, ja, oké, fijn, maar ik heb wat cash extra. Dat is alles. Maar ik heb de aandelen, in principe de grootste bulk, heb ik gehouden. En mijn portefeuille bestaat voor een groot deel uit uraniumaandelen. En ik moet aangeven, er is 100.000 euro van mijn aandelenportefeuille sinds 12 november is er verdwenen, is er uit. Zoveel geld gaat het dan toch even om, die ja, nu weg is. Ik bedoel, als ik nu zou verkopen, alleen ik ga niet verkopen, maar goed. Nou, dit aandeel, het is maar een voorbeeld. Ik heb dit aandeel, maar het is gewoon, ik moest er eentje kiezen om eens naar te kijken. We gaan eens even naar de grafiek. En als we dan kijken, dit is de 2-jaar grafiek. Nou, die zie je mooi oplopen, maar er zitten wel van die bewegingen omlaag in. En ook hier zo'n beweging omlaag. En dan zie je dat eigenlijk de technische analyse hier nog net geen verkoop, maar deze duidelijk wel. En er is, ja, hij begint toch in de buurt te komen. Maar het is nog steeds die opwaartse trend die hier zit. Maar die zien we hier. We zitten wel boven de nullijn, de tricks, maar het dalende. En de MACD, ja, die heeft dus gewoon in december een echte keiharde verkoop gegeven, terwijl die 12 november eigenlijk op die top zat. En ja, achteraf gezien was dat het moment geweest. Nou, dan is het punt, ik kies voor mezelf, trendmethodische aanpak zit daar achter, ik kies 2 trends waar ik in ga zitten. En die blijf ik volhouden zolang ik denk dat die trend daadwerkelijk er is. En bij uranium is er wat mij betreft, is er een onderliggende trend en dat is namelijk de kernenergie. Het is keihard nodig. We proberen met allerlei andere zaken, laten we ons afleiden, COVID onder andere, politieke problemen. Er zijn natuurlijk heel veel landen die nu niet functionerende democratieën zijn. Denk aan de VS, maar denk ook aan Engeland met Boris Johnson. Denk aan Nederland. We hebben een liegende premier en we doen verkiezingen en hij komt terug. Ook daarvan kan je zeggen, van, is dat dan nog wel een functionerende democratie? Het is lang niet zo erg als in Amerika. Het is ook lang niet zo erg als die keihard liegende premier in Engeland. Maar goed functioneren doet het dus blijkbaar niet. En dat is natuurlijk een diep trieste zaak, waardoor we ons laten afleiden met van alles nog wat. Inflatie laten we ons afleiden, allemaal erg. Er zijn problemen. Daarom zijn economische problemen. Dat komt mede door die COVID. Maar we zien ook dat de economieën nog steeds groeien. We zien ook dat in China daar echt wel in de hand is. En dat daar ook groeit. En die energie,
vraag neemt nog steeds toe. Sterker nog, de energievraag neemt zo hard toe dat groene energie het niet bij kan houden. En dan heb je keihard kernenergie nodig. En dat zal niet tot de eeuwigheid de dagen zijn, maar het is nu wel nodig om kernenergie als basislood te hebben, omdat we fossiele energie moeten verminderen. En dan kan je zeggen, ja, het klimaat, dat is toch onzin? Als jij dat vindt, helemaal prima, hè? Maar uiteindelijk is het wel zo dat de productie van fossiele energie ook steeds duurder wordt. De grote olievelden waar ze het makkelijk naar boven kregen, die zijn aan het leeg raken. We hebben nog steeds olie, hè? De rest de aankomende 100 jaar is er nogal olie. Maar het wordt steeds duurder omdat die velden kleiner worden en de productie van die olie steeds duurder gaat worden. De makkelijke velden zijn weg. En dan ga je toch op een gegeven moment krijgen dat andere energie goedkoper wordt. Het hoeft niet eens te zijn dat groene energie goedkoper wordt, maar fossiele energie wordt duurder. Nou, en dan wordt groene energie toch interessanter. En er is nu eigenlijk de beweging dat kernenergie ook groen willen noemen, omdat het geen CO2-uitstoot kent. En dat heeft dan weer met het klimaat te maken. Maar zelfs al zou je dat niet meetellen, dan nog blijft het feit dat die kernenergie wel enorm handig is, omdat er heel veel energie uitgehaald kan worden en we dus die duurdere fossiele energie kunnen verminderen. Dat houdt voor mij in dat de uraniumkoers omhoog zal gaan. Nou, dan is het eventjes de vraag, gaat die dat ook? Ik heb daar van de week een artikeltje over geschreven. En ja, daar is nu nog steeds twijfel over. Het blijft hakkelen rond die $45 per pound. En onder de 60 blijven dit soort bedrijven zoals blijven niet winstgevend. Want die hebben $60 ongeveer nodig, grofweg. En ja, die uraniumprijs blijft maar hangen. Dus het duurt. En daar raken beleggers dan gefrustreerd van en die verkopen dan alweer. En dan is het sentiment is tegen. Nou, en ik denk dat daar ineens een omslag komt. Die komt nog. Dit was een eerste beweging omhoog. De volgende beweging gaat nog veel verder omhoog. Maar je hebt dit soort dingen nodig. Die 50% koerscorrectie, 60% koerscorrectie zelfs, zijn niet zo gek. Zeker niet in een grote trend omhoog. Daarom maak ik mij geen zorgen. Maar je moet geduld hebben. En dat is iets wat heel veel mensen niet hebben, want die zien dan het verlies van 12 november tot nu. Wow, 50% verloren op uraniumaandelen. En dan is het wel, oh, wat erg. Ja, maar als ik op de langere termijn kijk, de jaren, dan maakt mij dit niet uit. Mijn collega Maarten Verheijen had ooit dat hij op 14 zei, je moet nu zilver kopen. Vervolgens ging zilver naar 7. Nou, hij heeft daar wat gezeur over gehad. De mensen helemaal boos waren en je was te vroeg. Vervolgens ging de zilverkoers naar 50. En dat was de beweging die hij had voorspeld. Hij had niet voorzien dat er een dip tot 7 in zou komen. Maar heel veel mensen waren op 7 weer weg. Net zo goed als we nu zien. Hè, gisteren zijn heel veel mensen geweest die hebben hun uraniumaandelen verkocht. Ja, dit moet te lang, dit wil ik niet. En anders sta ik zo meteen op verlies. Ja, en die zitten er niet in als die beurs weer omhoog gaat. En daarom vind ik die trendmethodische aanpak zo belangrijk. Die hou ik ook vol, die werkt, dat weet ik. Ik heb het in 1999 heb ik hem beschreven. En het is gewoon iedere keer weer gebleken, hij werkt. Maar je moet daar wel de goede analyse op maken en je moet geduld hebben. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. En kijk dan niet alleen naar vandaag. Het gaat juist om die grotere beweging. En fundamenteel zit dat goed bij uranium, vind ik. En daarom zeg ik van, het boeit me niet. Ik vind het jammer. Tuurlijk vind ik het jammer. Maar ik wil over 3 jaar wel eens kijken. Van waar staan we nu? En dan heb ik die grote bulk aandelen heb ik nog. En ik heb wat aandeeltjes verkocht. En die ga ik terugkopen. Alleen dan nu op de helft. En ik koop ook bij. En dat klinkt misschien raar, want dit is ongeveer de gemiddelde aankoopkoers die ik heb. En toch ga ik weer bijkopen. Ja, en kan die koers dan omhoog, dan zit ik weer goed. En dat is de manier, in mijn ogen, om uiteindelijk heel goed naar boven te komen. Het werkt voor mij. Ik weet niet of het voor jou werkt. Het is geen beleggingsadvies van doe het op deze manier. Maar dat is de manier waarop ik met goud heb gewerkt. Waarmee ik nu met de crypto-index bezig ben. Met royalty-aandelen bezig ben. En ja, in uranium-aandelen bezig ben. Ik haal die gemiddelde koers van mijn aandelen haal ik omlaag. Nou, op dit moment dus niet, want dit is de gemiddelde koers waarop ik heb gekocht.
En dan koop ik wel weer bij dat er nog meer in zit. Want ik heb dat vertrouwen dat het omhoog gaat. En zolang ik dat heb, maak ik me geen zorgen. Nou, vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Log in op YouTube. Abonneer je op dit kanaal. Druk op het blauwe belletje. Dan krijg je een notificatie als ik de volgende video gemaakt heb. En ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Ik dank je wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe! Thank you.